stappen op, waar we aan het eind van deel 1 geëindigd zijn, en rijden de Diepenbrokstraat verder in. In het midden van dit onbekende driehoekige woongebiedje is eerst in 1932 het bekende Vossius-gymnasium gebouwd. Daarna het kerkje verderop en later de woningen eromheen. Langs de randen, aan het Zuider-Amstelkanaal, de Boerenwetering en het Beatrixpark staan fraaie villa's, deels van voor de oorlog, deels na 1950. We steken nu de brug van het Zuider-Amstelkanaal over. Het Zuider-Amstelkanaal loopt van de vijfsprong van grachten bij het Museumplein en de Apollohal, waar ook de Boerenwetering, het Amstelkanaal en het Noorder-Amstelkanaal op uitkomen, naar de Amstelveense weg. Direct naar de brug slaan we links af en rijden de Bernard-Zweerskade op. De kade heeft prachtige Amsterdamse schoolvilla's. Links zien we het Beatrixpark. Dit park is in 1938 door Jacoba Mulder ontworpen en als werkverschaffingsproject uitgevoerd. Nog in 1960 heeft zij het fraaie pierenbad met pergola eraan toegevoegd. In 1972 maakt het park deel uit van de eerste tuinbouwtentoonstelling, de Floriade. Na de kruising met de Beethovenstraat, met op de brughoofd de beelden van Hildo Krop, gaat deze kade over in de Stadionkade. Links ligt de naoorlogse Prinses Irene-buurt. Tot 1950 lag hier, tot aan de sportvelden aan de Zuidelijke Wandelweg, een groot, opgespoten gebied dat in de volksmond het Land heette en waar menig buurtbewoner ontspanning zocht en vond. Bij de loopfietsbrug kruisen we links en rechts de Minervalaan. Het naoorlogse deel ter linkerzijde heet in de volksmond de Goudkust vanwege de fraaie moderne villa's op ruime percelen. Een in Amsterdam toch vrij zeldzaam fenomeen. In het plan Zuid van Berlage had de Minervalaan een belangrijke functie als Zuid-Noord-verbinding van het station Zuid aan de Ceintuurspoorbaan naar de Larissenbuurt. We kruisen vervolgens de Parnassusweg. Ook de bewoners van dit deel van de Stadionkade hadden voor 1940 een prachtig uitzicht over het zandland en de toen geprojecteerde ceintuur- of ringspoorbaan, in de jaren 90 verbreed en bestemd voor de ringweg A10. Links zien we aan weerszijden het nogal afwijkende, grootschalige kantoorcomplex met woningen als prelude op de latere kantoorbebouwing van de Zuidas. De Stadionkade volgend zien we links eerst het Spinoza Lyceum. Vervolgens een vrij open water met een in de zomer drijvend kunstwerk. Het vrij nieuwe gebouw van de Vrije Geert Grote School 2, volgens de antroposofische theorie van Rudolf Steiner. De gerestaureerde en uitgebreide Rietveld Academie voor beeldende kunst en vormgeving. En het gebouw van een van de duurste advocatenkantoren in ons land. Thank you.
We naderen nu de Amstelveenseweg. Voordat we rechts afslaan zien we links op het zuidelijke brughoofd van de Piet Kramerbrug 413 op twee zuilen een mannen- en vrouwenfiguur van Hildo Krop staan, waarvoor aanvankelijk Piet Kramer zelf een ontwerp had gemaakt. We rijden nu het drukke Stadionplein op. Links vangen we tussen de gebouwen van Citroën Nederland een glimp op van het Olympisch Stadion, ook van architect Van Wils, waar in 1928 de Olympische Spelen van Amsterdam werden gehouden. Na aanvankelijke sloopplannen is het stadion, na heftige protesten van buurt- en monumentendeskundigen, gelukkig in originele vorm weer gerestaureerd en heeft het complex, in het kader van hergebruik van historisch waardevolle gebouwen, weer een aantal nuttige herbestemmingen gekregen. We steken nu de rijbaan van de Stadionweg recht over en komen op de Amstelveenseweg. We stoppen op de brug over het Noorder-Amstelkanaal, want hier zijn we alweer aan het einde van deel 2 van onze verkenning van de grenzen van Plan Zuid.